Ben jij een beetje een goede slaper? Ja, soms heel lekker en soms minder lekker. Ja, ik heb wel ook nare dromen. Dat is dat de muren op me afkomen en dat ik dan gewoon niet meer weet waar ik heen moet. En dan word je geplet helemaal... Ja, oprecht gewoon. Je wordt geplet en dan schrik je wakker. Ah! Nog één? Ja, ook hetzelfde, maar dan met water. Dat er overal water op je afkomt en dan wil je wegzwemmen, maar het lukt niet. En dan verdrink je nog en schrik je wakker. Oh, dat is wel echt heel naar. Eigenlijk droom je wel heel veel dingen die met controle te maken hebben. Ja. Wij gaan alle controle... uit handen nemen. Ja, dit is inderdaad ook gewoon echt een levensechte nachtmerrie van me om blind te worden. Zo. Klein stukje. Ik blijf dicht bij jou. Ja, ik blijf heel dicht bij mij. Hey Pascal, wat denk je dat jouw dromen betekenen? Ja, je zou het misschien niet denken, maar ik ben oprecht best wel een control freak. Ja. Zo. Ja, ik wil gewoon alles perfect doen. Even kijken, we gaan hier oversteken. Oh. Hoe langer we dit doen, hoe raarder het wordt. Echt waar? Oké, je mag even je hand naar voren steken. Eén hand. Zoals je iemand begroet en dan zeg je, hoi, ik ben Pascal. Hey, ik ben Pascal. Ik ben Mike, welkom. Als het goed is, heb jij iets leuks voor deze man in petto? Ja, klopt. Ik heb hier alles al klaar liggen, dus ik denk dat we maar gewoon moeten gaan beginnen, of niet? Wat? Deze moet wel echt even goed op. Yes, dan gaan we deze aantrekken. Mag jij je linkervoet optillen? Ah, een tuigje, dat is een narigheid. Ik denk dat het tijd wordt om mijn jasje uit te doen. Ja. Ja. Zo. Oké. We gaan hier naar binnen. Oké, we moeten wel een klein beetje doorlopen, anders komen we vast te zitten. Ah! Huh? Wie zijn die mensen? Hello people, who are you? Why are you talking English? We gaan door deze deur heen. Hoe hoog denk je dat we inmiddels zijn? 10? 12? Ah, ik ben gewoon echt kapot van die trap, hé. En dan krijg je eindelijk weer een beetje frisse lucht. Wow, we zijn nu pas buiten. Oké, Pascal, we gaan een paar meter rechtdoor lopen. Ja. En daarna moet ik je helaas gaan overdragen aan iemand anders. Wow, je staat op een dak. Dat denk ik wel. Voelt dit als jouw nachtmerrie? Ja, ik zie nog geen muren op me afkomen, maar wel die angst van dat je niet weet wat je moet doen. Dus we zitten wel echt een beetje in jouw nachtmerrie? Ja, dat voelt toch wel een beetje als mijn nachtmerrie, zeker. Waarom? Ja, omdat ik de controle kwijt ben, omdat ik niet weet wat ik moet doen. Kijk je nu vast maar. Oh jee. Ga ik je hier overdragen? Oh nee. Oké. Okay. Yes. Pascal! Ik ga je stap voor stap begeleiden. We gaan eerst een paar stappen naar voren zetten. Ja. Iets kleiner. Okay. Ja. En stop maar. Ja. Je gaat zo meteen over een randje lopen. Aan het eind van het randje is een plateau. Ja. Daar ga je opstaan. Wat? Oké. Hè? Ja. Ik loop achter je aan. Wat? Oké. Ja. Kan niks gebeuren. Het gaat goed. En je mag je heel voorzichtig omdraaien. Op go laat je jezelf naar achter vallen. Oké. Okay. In 3, 2, 1, go. Ah! Oh nee! Oh nee! Ik dacht echt, jullie gaan van het gebouw af. Wow! En de zon schijnt, ik leef nog, yes! En je bent wakker uit je nachtmerrie. Wat? Dacht je echt dat je... meters naar beneden zou gaan? Tuurlijk! Ik was er ook wel voor in geweest als je me echt van een gebouw had gegooid, hè? Hij is niet goed. Kom. Ik heb mijn angst overwonnen! Ik ga je naar bed brengen. Je gaat gewoon weer verder dromen. Ik ga weer slapen. Oh, ongelooflijk. Ik vind je wel echt een held. Wow, ik ben echt heel blij dat ik nog leef.